Dimitri van den Burg, in Nederland. Voelt het een beetje als thuis spelen? Ja, bijna toch. Anderhalf uurtje van hier weg, als er geen film is natuurlijk. Toch wel. En mijn vrouwtje en mijn dochtertje die wouden wel meekomen, maar ze hebben ook gezegd van misschien even lekker thuis blijven. Je bent zondag toch weer terug, twee nachtjes ben je weg. En dan zeg ja, eigenlijk geen verkeerd plan. Dus ja, ik doe nu enorm mijn best, omdat ik weg ben van mijn gezinnetje. En dan kan ik die wachten om weer bij hun te zijn. Je speelt tegen Ron Meulenkamp. Had je me een beetje onderschat vooraf of dacht je van ja, Ron niet in de hoogste vorm dit momenteel. Dit moet wel lukken. Het maakt niet uit wie je kreeg van de spelers hier in Nederland. Ik heb het er straks nog maar gezegd. Het leuke aan dit toernooi is, het zijn allemaal invitatieplekken dat je vrijwel gekregen hebt. En alle spelers die in dit toernooi meespelen, die hebben zo PDC en die staan in de ranking best hoog. Dat had je in Denemarken niet. In Denemarken had je spelers die stonden nog niet eens in de PDC-ranking. Dan heb je van Nederland wel. En ik zei van jongens, ik vind het zo gaaf. Alle spelers hier zijn gewoon onder de top. Die horen bij de beste 128. Dus ik had ook in mijn gedachten niemand onderschatten. Lekker je eigen spel doen. En ja, Ron, hij kan als de bliksem in een wedstrijd starten. En dan moet je gelijk zorgen dat dat niet gebeurt. En uiteindelijk, ik heb mijn job kunnen doen. Dat is het belangrijkste. Goed, iets vooruitkijken, toch niet naar morgen, daar komen we zo op. Op de rest van het jaar, hier ga je matchplay-titel verdedigen. Maar dit keer met publiek, maakt dat iets anders? Nee, ik heb er geen bang van. Ik ben enorm gefocust op mezelf. Het maakt niet uit tegen wie ik moet gooien. Als je jezelf kan plaatsen voor de matchplay, dan ben je onwijs goed bezig. Of je nu in de top 16 staat, dan heb je je plek verdiend. Of je staat in de top 16 van de vloertoernooi, dan weet je gewoon van ja, kijk jongens, dit zijn spelers die momenteel in vorm zijn. Dus de manier dat ik momenteel bezig ben op de matchplay, ik hoop het gewoon verder te kunnen zetten. Voetjes op de grond, focus op de eerste ronde, net zoals vandaag. Eerst even focussen, je moet tegen Ron Meulenkamp, niemand onderschatten. Ik heb het nu kunnen winnen, dus op naar morgen, de volgende tegenstander, weer opnieuw voetjes op de grond en voorbereiden. Zo neem ik het elke keer opnieuw. Dus Je hebt het altijd over voorbereiden. Een paar jaar terug hebben we een interview gezien. Daar ging het heel erg over je vader, die jou dat geleerd heeft. Dat focus, werkt dat zich nu op termijn veel meer uit? Dat in het begin dachten heel veel mensen, wat is hij nou aan het doen? Wat neemt hij veel tijd? Werkt dat eigenlijk nu pas de vruchten af? Dat hangt een beetje af van speler tot speler. Als ik tegen een trage speler aan het gooien ben, traag, ik zou zeggen iemand die meer een beetje de pijlen plaatst, een Danny Noppert. Ik denk dat het eigenlijk een mooi voorbeeld is. Danny die neemt ook even rustig een beetje adem, gaat aan de lat staan, aan de okkie en die doet zijn ding en die gooit die pijl. En dat doet hij gewoon drie keer op rij. Ik ben net hetzelfde. Ik doe een beetje hetzelfde als Danny. Dus als ik tegen Danny gooi, dan merk je dat niet op. Dan zou je ook wel durven zeggen, oh, trage wedstrijd. Maar speel ik tegen een Michael van Gerwen, Michael Smith, Ricky Evans, tegen de tijd dat je terug bent, dan ben je alweer aan de beurt. Ja, dan vind ik het wel even fijn om te zeggen, neem even adem, want anders ben je hun wedstrijd aan het spelen en dan ga je ze niet verslagen op je beste. Krijg ook geen kans en daar ben ik dan weer mee bezig. Dus alles wat mijn vader heeft geleerd, ik gebruik het nog steeds en het begint zijn vruchten af te werpen. Goed, vooruitkijkende morgen. Je gaat spelen tegen een vriend, zit in dezelfde stal als jij. Jimmy Wattimeda kwam helemaal los op het podium vandaag. Ja. Moet je wel extra je tijd nemen, denk ik, morgen. Oh ja, Jermaine is net ook zo'n speler dat heel snel gooit. Ik en Jermaine hebben verschillende keren tegen elkaar gegooid, maar ook net hetzelfde. Je moet hem niet onderschatten. Hij wint vandaag gewoon tegen Johnny Clayton. Dat is echt wel een heel mooie winst dat je gedaan hebt. Dus lekker slapen, ontspannen, nog een beetje eten. En morgen een nieuwe dag, nieuwe kansen. En zoals ik zeg, Jermaine gaan we niet onderschatten. Mijn manager wist nog niet eens dat we tegen elkaar moesten. Dat vond ik ook wel best grappig. Dimitri, succes morgen. Dank jullie wel allemaal.